Er zijn verschillende soorten lekken. Het langzaam leeglopende lek. Als wel meerdere leeglopende lekken. Of het lek dat op weg verder fietsen onmogelijk maakt. De ontsnapte lucht is niet altijd reproduceerbaar. Soms is het stuk en zit er geen leven meer in. Voor het lek groter wordt, moet het op tijd afgesloten of gedicht worden. De ontsnapte lucht is een probleem dat niet te veranderen is. De lucht is weg en komt niet meer terug. Het lek kan zoveel schade hebben toegebracht dat fietsen onmogelijk wordt. Het kost enige moeite om de band te plakken. Je pompt het op en fietst verder alsof er niets gebeurd is. Hoe betrouwbaar is de band na het plakken? Ja, als het een klein gaatje was, is er weinig aan de hand. Bij een groter gat is de kans op herhaling van lekken groter. Soms is het daarom beter om de band in zijn geheel te vervangen. Maar is het dan opgelost? Nee, als de spijker stiekem verstopt zit in de buitenband, wordt de geplakte binnenband of een nieuwe band weer lek. Dus probeer de oorzaak te achterhalen. Verwijder die spijker uit de band en fiets niet op dat pad wat vol ligt met spijkers. Ook al heb je een verse band, neem voor de veiligheid die andere fietsroute en zorg voor een schoon en transparant fietspad.